Wat vindt u van de komst van de spoortunnels? Oh, dat weet ik heel niet dat die er komen. Bij de Kerkweg en de Hakselseweg. Oh, daar. Nou, het zal best goed zijn. Nou, neem ik aan van wel, anders was het niet, hè? Wel voor de veiligheid en zo? Ja, voor de veiligheid, want er zijn al heel wat mensen doodgereden daar. Of voor de trein gesprongen ook natuurlijk. Dus al goed dat ze er komen? Ja, vind ik van wel, ja. Spoortunnels. Bij de Hakselseweg en de Kerkweg. Ik heb geen idee, want ik wist nog niet dat ze kwamen. Ze zijn al een half jaar aan het bouwen daar. Nou, dan kom ik daar blijkbaar nooit. Dus ik vind er niet zoveel van. U gaat niet zo vaak over het spoor? Nou, ik zit vaak in de trein. Maar... Maar niet met de fiets naar Ede-Zuid? Niet, nee. Ik stap of hier op of op Ede-Wageningen. Dus sorry, en ik woon ook hier in de buurt. Dus... Nou, het lijkt me nodig, ja. Ja. Waarom? Omdat, ja, hoe moet je dat zeggen? Er heel erg veel kansen op ongelukken zijn. En vaak hele lange wachttijden bij spooroverhangen. Er zijn nu wel mensen die hinder hebben van de bouw. Ja, dat is altijd, dat heb je altijd. Alles heeft zijn voordelen en zijn nadelen. Maar wel goed dat ze komen dus? Lijkt me wel, ja. Ja, ja, wel makkelijk denk ik. Voor de fietsers tenminste is het wel handig. Ja. En heeft u er last van dat ze gebouwd worden op dit moment? Nee, helemaal niet. Ik zit in een heel ander gedeelte, dus ja. En goed dat ze komen? Ja, ik vind het aan de ene kant best wel goed, ja. Ja, ja. En waarom is het goed? Makkelijke doorstroming, denk ik, voor de fietsers. Om, ja, zoals bij de Keesomtunnel daar en die buurt allemaal dan. De spoortunnels, daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Dat is, waar komen die hier? Nee, bij de Hakselseweg en de Kerkweg. Oh, ja, maar ik kom uit Wageningen. Dus ik ken het. U gaat altijd via het station onder het spoor door? Ja, via het station, ja. Ja, het zal wel heel nodig zijn. Ik kom daar bijna nooit in die buurt, dus ik kan er heel weinig van zeggen. Maar ik denk wel dat het nodig is, want het is wel gevaarlijk daar. Dus goed dat ze er komen, maar voor u heeft het weinig nut? Ja, ik kom er bijna nooit. Voor mij zit alles hier, is ook niet zoveel. Maar ja, ik ben het er eigenlijk wel mee eens, laat ik het zo zeggen. Ik vind het alleen jammer dat die andere weg ook weer afgesloten wordt, onderhand. Als ik daar kom, dan moet ik er een eind omheen fietsen. Dat vind ik een goede zaak. Waarom? Dan kun je weer onder het spoor door. En ja, ik had het liever gehad dat het spoor onder de grond gegaan was. Dat was er eerst. En dan pas buiten Ede weer boven de grond? Ja. En als het enigszins kan, die spoor overweg bij de Siesel ook laten. En niet weggooien. Maakt u vaak gebruik van de spoorovergangen? Ja. Ja, ik woon in Zuid. En ik heb regelmatig een postwijk aan de noordkant. Dus ik ken ze allemaal. En moet u nu dan ook omrijden vanwege de verbouwing? Nee, want ik neem nu de Kerkweg. En op de heenreis heb ik de Klinkenbergenweg genomen. Veilig? Veiliger voor de kinderen sowieso. En zeker voor die school die daar in de buurt is. Goeie zaak dus? Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Gaat u vaak over het spoor? Nee. Wij gaan wel. Onze zoon woont aan de andere kant van de tunnel, dus van hieruit gezien. Dus daar gaan we dan heen, maar dat is meestal met de auto. Weinig met de fiets. Maar ze vinden wel van tot ze verder om moeten rijden als ze met de auto zijn. Vanwege de verbouwing nu? Ja. Ja. Als ze straks open gaat, zullen ze wel heel prettig vinden weer. Dus eigenlijk even wat vervelend, maar straks hele goede zaak. Ja, absoluut. Ja, zeker weten. Zeker voor de ja. veiligheid, ja. Hè, de sporen gebeuren zo bij de koepelschool. Zoveel ongelukken. Zoveel kinderen die daaronder zijn gekomen, onder die trein. Nou, ik denk, het is toch wel een vooruitgang. Ja, een goede zaak. Waarom? Nou, dan wordt het allemaal wat bereikbaarder, toch? Gaat u vaak over het spoor? Ja, toch wel 2-3 keer per week. En heeft u ook met last van de verbouwing, of dat niet? Nee. Ik woon aan de andere kant van Ede, dus ik heb er geen last van. Geen beest. Ja? Ja, waarom? Waarom niet? Geen last van de bouwwerkzaamheden? Ik niet, maar ik bewonder er gelukkig niet.